Vanaf het moment dat ik ben begonnen met gekkies en het hele idee dus had, heeft het echt wel zeker een jaar geduurd voordat ik überhaupt één video kreeg die echt de lucht in ging. planken iedereen hebben, maar het echt daadwerkelijk uitbrengen, dat is, uh, dat is echt een heel ander verhaal. Ik deed het gewoon echt puur omdat ik het leuk vond. Ja. Ook nooit voor het geld gedaan, want ik verdiende er letterlijk niks mee. Dat was bijna dus, heb uh, 0 uh, no euro op de bankrekening. Uh. Ja, dat dus wel, ja. wel. Ja. Ja, ja. <laughs> Welkom bij aflevering 104 van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert. Ik ben creatief marketeer, ondernemer en host van de Lotgenoten Podcast. Naast mij zit Koen Stam, ondernemer, YouTube-coach en mijn liefdalige co-host van de Lotgenoten. Dankjewel, dankjewel. En zoals jullie kunnen zien zit er vandaag een gast tegenover ons. Mike Buiten, allereerst. Leuk dat je erbij kan zijn, man. Dank je wel. Deze donderdagavond. Tegenwoordig doen we de podcast op alle tijden. Het was altijd vr vrijdagochtend, maar volgens mij de afgelopen weken hebben we echt alleen maar dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond. <laughs> ja. Bedankt dat je tijd hebt kunnen maken, Mike. Ik heb een klein introductietje voor de mensen die misschien nog niet weten wie jij bent. Mm -hmm. En uh, daarna kun je gewoon zelf ook uh, aanvullen waar nodig. Alright. Ik weet dat. Veel mensen die jou kennen, die waarschijnlijk ken je waarschijnlijk kent van je, van je YouTube-account. Jij hebt uh, het YouTube-kanaal Gekkies ben je gestart mm -hmm. uh, vier jaar geleden ongeveer denk ik. Ja. En uh, met dat account deed je rond, even kijken, ik moet even gaan terugrekenen. In 2019 denk ik ongeveer uh, deed je allerlei content die wat meer, ja, waar was het op gebaseerd? Chaos. gewoon ja, grappige gekke dingen ja, doen, gekke doen gekke ja, ja. gewoon gekke, gekkies. Ga, ja, gewoon ja. gekkies juist. Ja. Um, toen ben je in een tijd van de radar verdwenen. Twee ja. jaar lang ben je weg geweest. En, Niks uh, laten weten. Nee, precies. Mm -hmm. Gewoon uh, account, yeah. bye, Charles En gewoon uh, je eigen ding gaan doen. En dat eigen ding wat je toen bent gaan doen is ondernemen. Mm -hmm. Je bent helemaal de e-com ingedoken. Ja. Uh, daar ben je gigantisch hard in gegaan volgens mij. Want als ik kijk wat je nu mm -hmm. doet als je dat in twee jaar neer hebt gezet, dan uh, is het redelijk hard gegaan. Ja. En... Um, je bent nu recent terug op YouTube. Heel veel mensen waren volgens mij heel benieuwd waar de fuck is die guy gebleven, <laughs> ja. wanneer komt hij terug. Uh, en je bent een volledig, volledig veranderd man. Je had het in die video ook over die comeback dat je nu bezig bent met een business te bouwen naar een miljoen omzet per maand. Ja. Um, je bent de wereld over gereisd. Uh, je hebt allemaal nieuwe mensen leren kennen. Je mindset is volledig veranderd. Ja. Ik denk dat deze podcast heel interessant is voor alle mensen die jou ook al lang kennen en nu echt benieuwd zijn van oké, okay, hoe is die guy dan veranderd? Weet je, wat speelt er nou echt in je hoofd? Maar om het helemaal af te trappen, ik denk dat jouw ondernemersjourney eigenlijk begint bij je YouTube kanaal. Kun je ons meenemen hoe dat is gegaan? Want je bent nu 18 jaar, je bent nog mm -hmm. hartstikke jong. Vier jaar geleden ben je al begonnen met een YouTube kanaal. Je was toen 14. Waarom begon je daarmee? Wat was je motivatie daarvoor? Nou, ja, destijds was ik uh, gewoon klein en uh, was het altijd voor mij eigenlijk een droom om bekend te worden. Ik denk dat best wel veel mensen die dromen hadden toen ze klein waren. Want er was namelijk een bepaalde periode dat uh, iedereen YouTube deed. Ja, man. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja en iedereen een YouTube-kanaal ook wilde. Ja. En um, ja, daar was ik dus ook één van. Maar ik wilde het echt. En um, ja, toen heb ik daar uh, gewoon naarmate de tijd... gewoon echt al mijn energie in gestoken en gewoon, uh, ja, gewoon alles voor gegeven om dat echt te laten lukken, weet je wel. En wat ik daarvoor moest doen, dat uh, ja, maakte me niet zo heel veel uit. Want ik had buiten dat ook niet heel veel dingen te doen behalve school, mm -hmm. ja, school sowieso. Ja. <laughs> ik heb nooit van school gehouden nee. en ik uh, stak al mijn vrije tijd die ik had stak je gewoon in mijn YouTube kanaal man. Ja, okay, dus, la, dat man. was echt, dat was echt mijn droom. Dus Ging is, dat toen man. ook snel, zeg maar? Was die groei snel of heb je echt een jaar lang gestruggeld met 100 subs en ben je toen ontploft? Hoe is dat gegaan, die jam? Ja man, ik heb in het begin zoveel gestruggeld dat is iets wat mensen natuurlijk niet zien, maar uh, ja, het, het is echt. Uh, als je mijn allereerst video's zou vergelijken met de video's die keihard zijn gegaan, dan zou, zou je gewoon schrikken. Ja? ja het is mm -hmm. totaal niet te vergelijken. Ho be qua. Hoe begon je qua content dan? Was het gelijk al een beetje die pranks en dat soort gekken? Of was het iets heel anders? Nee, nee, nee. Het begon eerst eigenlijk uh, gewoon met mijn telefoon. En dan was ik met mijn broertje. En uh, daar waren we gewoon aan, uh, aan het kloten. Uh, gewoon uh, een beetje... Ja, aan het filmen voor de lol, weet je wel. Het ging echt helemaal nergens over. We deden bijvoorbeeld ticketje en dan ging ik dat filmen, weet je wel. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dat, dat, dat was nooit serieus. En hoe dat gekkies concept is ontstaan, dat is echt een doordag plan. Dus dat is. Um, ik heb in die periode dat ik um, met gekkies ben begonnen, um, heb ik daarvoor ook YouTube gedaan. Uh, maar in die tussentijd is er naar de ja, heeft plaatsgevonden eigenlijk. Um, en daardoor ging ik dus niet verder met YouTube. En in die tijd heb ik eigenlijk mijn um, ja, ideeën als gekkies. Ja. Vorm gegeven. Toen werd het chaos. Okay. Ja, precies. Ja. Maar juist de afstand zorgde ervoor dat je weer met goede ideeën kwam. Ja, man. Ja. Oké, okay. ja. Dik, dik. En want je zegt, je had een plan opgesteld, maar je was toen 14 jaar. Ja, man. Was dat, hoe zag dat plan eruit? Wat voor een strategisch plan had je dan? Want ik bedoel, je bent fucking 14 toen ik zo oud was. Ja. Was mijn strategische plan snoep halen en gewoon chillen met de boys. Zeg maar. <laughs> ja. Ging niet veel verder dan dat. Nou, ja, ik had sowieso sinds klein dat ik altijd al echt heel veel verantwoordelijkheid vergeleken met andere mensen omheen. Me en ik denk ook dat het misschien deels daar vandaan komt. Ik, um, ja, toen, ik, toen, ik, toen ik 14 was, toen, um, hoe, hoe mijn plan er een beetje uitzag, is, um, Ja, dit keer wil ik echt groot worden. Dus hoe ik het daarvoor deed, was gewoon voor de lol. Weet je, ik had geen doel, ik deed niks. En op een gegeven moment, um, toen ik er echt voor wou gaan, um, ja, toen had ik gewoon echt een doel voor mezelf gesteld, ging ik ook een beetje marktonderzoek doen, om het zo maar te noemen. Kijken wat er in Nederland is, wat er mist. Um, en ik ging ook bij mezelf heel erg diep nadenken van ja waar houdt iedereen sowieso van nou, als je bijvoorbeeld naar vlogs kijkt dat, dat in zit iedereen wel nou ja, de meeste mensen um, maar ook humor weet je als jij iedereen lacht weet je dat ja, zit in maar. de mens ja, je, ja, je kan man. niet je kan niet niet lachen weet je dat is gewoon raar dus um, ja iedereen houdt wel houdt er wel van om grappige dingen te zien en um, ja, daar ging ik gewoon een beetje research naar doen en ik kon eigenlijk niks vinden in Nederland ja ik kon helemaal niks vinden in Nederland en um, in Amerika wel en daar zag ik dus heel veel pranks, heel veel leuke video's waar ik echt stuk om ging in die mm -hmm. tijd. En ik dacht, waarom is dit hier niet? Dus. Um, maar dat is ja, echt denk... een ding, hè? Dat is ja. echt een ding. Maakt niet uit wat je ziet. In Nederland is het eigenlijk zo klein. En zo onoplettend. Dat er ja. zoveel kansen zijn om video's te maken die in Amerika super groot zijn. In Nederland. Ja, man. Duurt het zeg nog drie jaar over? Zo, zoiets er zijn, ontdekken. er zijn letterlijk, ik kan verschillende voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld Bold King. Kennen jullie wel toch? Schermesjes? Ja. ...dat is eigenlijk gewoon gebaseerd op uh, Dollar Shave Club... ...wat in Amerika exact hetzelfde doet en gewoon dering hard ging. En hij dacht van, oké, okay, die shit is niet in Europa... ...daar is sowieso ruimte <laughs> ja. voor, let's go. Juist, ja. Dat is gewoon allemaal... ...en uh, die uh, Shahid Sharak, die zeg maar... Uh, Tegels? Ja, die tegelguy, ja, maar man. ik ben even kwijt hoe hij uh, tegel Nee. poot ja. ja, maar die Lambo guy, wat is ook weer zijn naam ook weer uh, overal... Uh, Dutch performant, Dutch, Dutch performant, juist. Ja. Yes. Ja, ja. Hij heeft nu ook best wel Mr. Beast-achtige video's. Van ja, klopt. Hou je hand mm. zo lang op een, op een ja. auto en dan krijg je die zitten. Je ziet ook, dat wordt ja. ook fucking veel bekeken. Ja, kijk, dat zijn concepten die hij echt gewoon heeft gekopieerd. Ja, Ik heb dan dat wel is wel zes, maar gewoon level idee van juist. de leuke video's heb ik dan gewoon gepakt en echt in mijn eigen juist gestoken. Want kloten in bijvoorbeeld, wat heel erg populair was destijds, dat bestond nergens op de wereld. En dat heb ik echt zelf vormgegeven, want ik wist dat iedereen van pranks hield. Maar ik kan bijvoorbeeld niet een hele video uh, gaan maken over dat ik een lift prank doe of zo. Dat kan mm. wel, maar ik vond het zelf nog meer booming. Want kijk, een lift prank is dan wel, dat vinden de meeste mensen dan wel <laughs> grappig. Maar ik wou dan meerdere pranks in één video doen. Dus dat was het nog meer... Uh, ja, booming, weet je wel. Ja, en dat was echt... Ja, ja heel erg fast-paced ook, toch? Zeg maar, er gebeurde heel veel dingen in een ja, video van 5 ja, tot 8 minuten. Wat wel grappig is, want je ziet nu dat dat nu in de huidige YouTube is dat helemaal de shit. Als je nee, kijkt naar nee. David Dobrik en dat soort dingen. Ja. Er is gewoon... Er moet fucking veel gebeuren in die vlog. In ja. vijf minuten moet je, zeg maar, het helemaal het dak eraf gaan. Ja, man. Ja, man. Dus uh, ja. scherp Maar geen drie seconden mag je stilzitten. elke ja, drie zo. seconden gebeurt er weer wat, man. Ze ja, leggen ook ook in de marketingwereld. Ja, Williams, ja ja man, ja, man met tim neem ze allemaal over hè neem ze ja. allemaal ja, over inderdaad. ja die shit gaat heel snel tegen Dat is ja, echt bizar maar jij bent toen die video's gaan maken dat ging op een gegeven moment lekker want je had dus dat masterplan mm -hmm. en dat, uh, dat ging dan waarschijnlijk op een gegeven moment werken ja. was dat snel of duurde dat eigenlijk ook man. nog best lang dat duurde ook echt best wel een tijdje man want uh, mm -hmm. kijk planken iedereen hebben maar het echt daadwerkelijk uitbrengen dat is uh, dat is echt een heel ander verhaal ja man en uh, ja het heeft denk ik echt wel uh, Vanaf het moment dat ik ben begonnen met gekkies en het hele idee dus had... ...heeft het echt wel zeker een jaar geduurd voordat ik überhaupt één video kreeg die echt de lucht in ging. Wat ja. is voor jou echt de lucht in gegaan? Ja, 100k plus views. Ja. Ja. Dat vond ik destijds wel echt de shit. Ja. 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 Respect, <laughs> Precies, want je, had wel, je bleef logisch. wel gewoon doorgaan met je plan. Je ja, maar, niet na een half jaar zoiets van dit plan werkt niet, ik ga het je anders proberen. Nee. Maar mm -hmm. ik deed het ook puur als hobby, weet je. Ik vond het leuk om te doen. Mm -hmm. uh, het leidde mij ook af van school. Want school vond ik niet leuk. Ja, <laughs> en um, ja, ik deed het gewoon echt puur omdat ik het leuk vond. Ja. Ook nooit voor het geld gedaan, want ik verdiende er letterlijk niks mee. Nee. Dus ja. En destijds ook niet, hè? Destijds waren er nog. Nee, wel, bijna uh... niks man. Kijk, ik, ik pakte heel veel views en heel veel mensen denken dat ik heel goed gecashed heb met dat. Mm -hmm. Maar ik had heel vaak die monetization omdat mm -hmm. ik tegen de regels inging van YouTube. <laughs> ik gebruikte gewoon copyright music, dat kan je zo terugvinden. Ja. Weet je, ik was alleen maar aan het schreeuwen en op een gegeven moment was het ook niet meer voor kinderen en dan ja, weet ja, je wel. Ja, dat gaat niet. Ja, ja dat was bijna. Dus een uh, uh, 0 euro op de bankrekening. Uh. Ja, destijds wel, ja. ja. ja, ja. <laughs> Lekker man. Ja, man. <laughs> Oké, okay. hey, ziek man. Dus je hebt dat van 14 tot 16 ongeveer gedaan. Ben je daar echt helemaal ingedoken, toch? In dat account, ongeveer. Uh... Ja, uh, ja, tot eind 15 jaar. Ja, ja, precies. En toen was je ineens van de aardbol verdwenen. Ja. Waarom was dat? Zo, even slokje. Dat is geen <laughs> probleem. Nee, um, ja, ik, 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 ik begon op een gegeven moment um, YouTube zelf minder leuk te vinden. Omdat ik had altijd als droom om bekend te worden. En ik vond het zo geweldig, maar. Op het moment dat ik dat echt werd en echt 1, 2 miljoen views per maand consistent behaalde... Ja, werd ik zo vaak herkend. Weet je, als je uit eten gaat moet je foto's maken. En weet je, als je naar een pretpark gaat het lijkt het net een meet and greet. Mm. Dus het was echt ja, op een punt gekomen dat ik echt wel dacht van ja, nu is het wel even genoeg. En ja, niet per se dat ik daar echt boos om werd of dat ik het irritant vond. Want ik waardeerde de love en support wel altijd. Maar ja, op een gegeven moment ga je toch bij jezelf nadenken. Wil ik dit wel op de lange termijn en ja, wat gaat het mij eigenlijk opleveren? Weet je, want ik doe eigenlijk iets waar ik niet echt bepaald iets voor terugkrijg. Weet je, ik krijg volgers. Ja, hartstikke leuk, maar wat heb je daaraan? Mm -hmm. Dus ja, op een gegeven moment um, ja, ben ik gewoon uh, een beetje research gaan doen naar uh, hoe ik gewoon geld kon verdienen. Ben ik op heel veel ideeën gekomen. Echt, ik heb een lijstje, dat wil je echt niet weten. En uh, op een gegeven moment kwam ik, uh, denk ik, door die cookies, omdat ik dus online research ben gaan doen, um, een dropship advertentie tegen uit Amerika. En, um, weet je nog wie dat was uit Amerika? Ja, dat, dat, dat weet je. Het was iemand die echt vet dicht bij zijn gezicht filmde. <laughs> en zo, you want to make money online. <laughs> ja, ja, ja en zoiets shit. typisch, weet ja. je wel. Maar in ieder geval, dat, dat, dat woordje dropshippen, dat ging ik dus opzoeken en ik ging daar meer research naar doen. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat je gewoon online geld kon verdienen. En dat je gewoon producten kan verkopen... ...en dat, dat je bijvoorbeeld voor, ja, ik zeg maar wat... ...een product voor 30 euro wat je verkoopt... ...17 euro netto winst krijgt. Ja, de meeste mensen moeten daar twee uur voor werken... ...dus ik dacht daar yes. al gewoon van... ...holy shit, mm -hmm. dat is gewoon echt... ...what the fuck, dat was voor mij gewoon echt wow, weet je wel. Mm -hmm. En daarnaast kon je overal werken waar je wilde. Je had de vrijheid, weet je wel. En gewoon alle dingen die erbij kwamen kijken... ...weet je, het leek bijna te mooi om waar te zijn. En natuurlijk is het ook een beetje... ...de marketing die is toepassen. Maar... Ja, naarmate ik echt meer research gedaan, wist ik wel echt van dit is wel iets wat ik wil. En wat ik ja. echt ga doen op de lange termijn. Ja. En was het toen al groot in Nederland? Of was dat eigenlijk nog voor dat het in Nederland ook echt een ding werd? Want het is, ik kan. Ik was namelijk ook best jong al bezig met van, oh, ik wil geld verdienen en dat. En dropshippen ja. was gewoon niet op mijn radar tot pas eigenlijk het langzaam in Nederland ook een ding begon te worden. Ja, ik, ik weet niet hoe Booming het in Nederland was. Dat het, het, het was wel een beetje voor die tijd dat. Ja. Um, dat iedereen het ging Juist. doen, zeg maar. <laughs> um, dus ja, ik was wel iets daarvoor inderdaad ingestapt. Maar het scheelt niet veel. Want echt twee maanden, drie maanden daarna begon het echt, echt als een ja. raket te gaan. Gewoon. Ja. En zag je echt die CPM's ook op Facebook. Uh. Maar ja, kijk, het is, het is wel een stap. Want je gaat. Je bent eigenlijk. Was je nog op school bezig? Um, nou, toch, was ja. 15, 16 of zo. Ja, man. Ja, ja. Dus je bent nog met school ja. bezig. Je hebt een succesvol YouTube-kanaal. Ja. En dan zeg je in één keer van: oké, okay, skip dat. En ik ga volledig heel focussen. Ja. Zijn er niet mensen in jouw omgeving geweest die zeiden van, hé, hey, is, is het wel slim? Jawel, man. Mijn ouders, mijn familieleden, vrienden. Ja. Echt zoveel mensen, elke dag, weet je wel. Ook gewoon die DM's die, DM's die je krijgt, die appjes die je krijgt. Joh, wanneer ga je weer uploaden? Mm -hmm. ja, ik zat met mijn hoofd ergens anders, weet je wel. Ja. En, uh, Wat ja, zei ik je dan? Ja, ik, ik zei gewoon nee. Gewoon, het ga ik niet doen voorlopig? Of zei misschien... Uh, in de ja, ik zei, ik weg. kom later weer terug, man. Ik, heb effe, ik ben nu even op wat anders aan het focussen. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk altijd wat ik, uh, wat ik zei. Ja. Dus, maar uh, <laughs> ja. wel ja, lekker, man. Simpel. Kijk, het is wel zo dat je dus tegen die mensen zegt van... Hé, hey, jongens, uh, voorlopig gaat het niet gebeuren. Ja. Maar wat ik het grappige vind, is dat... Bijvoorbeeld als jij YouTube begint, zeggen mensen altijd van... Is het wel zo slim om YouTube te beginnen? Ja. Yeah. En dan ben je succesvol zeg ik nu wil ik wat anders doen. en begin je iets anders. Zeg zeggen mensen, is het wel zo slim om te stoppen en nu iets ja, anders te starten? Deze ja. man Dat is raar, hè? Deze man, ja, man was sowieso de grootste frustratie van zijn ouders. Stel je voor, je kind heeft eigenlijk al het lelijk schijt aan school. Hij gaat youtube shit <laughs> doen. <laughs> ja, toch? Je had ja, ja, ja. ja, oké, okay, deze gast gaat zijn leven verneuken. Want zo denken ouders toch? Zo dachten mijn ouders ook van, ja, je ja, ja. je leven, je doet niks. Oké, okay, hij gaat YouTube doen. denk je nog, wat dat is een idioot op de camera. Oké, okay, ja. hey, shit. Het begint te werken voor jou. Ja, Oké. Okay, ja. okay. ja. Nou, hey, misschien hadden we het fout over hem. Weet je? Goed bezig. Mm -hmm. Ja, ik ga stoppen. Know, wat doet... ja. Hij gaat weer iets I anders know. doen. Ja, hij heeft weer een nieuw plan. Oké, okay. is <laughs> goed. Ja. Top idee. Ja, maar dat is ook iets wat mijn ouders eigenlijk ook altijd tegen mij gezegd hebben, weet je. Ik ben altijd iemand geweest die... Constant bezig is, weet je wel. Dus ook buiten mijn YouTube-kanaal, als ik uh, naar andere dingen aan het kijken, ik, was, ik, ik moet altijd weer wat nieuws hebben. Weet je, als ik dropship heb uitgespeeld, als ik uh, echt binnen ben, weet je wel, dan uh, ja. ga ik ook weer iets nieuws zoeken. Ik moet man. gewoon blijven bewegen, want ik kan niet stilzitten. Nou, man, wanneer nee. ben je echt binnen? Wanneer ik echt binnen ben? Ja, ja dan moet ik 100 miljoen hebben, man. Goddamn, ja, moet je veel dropshippen, bro? Ja, nee, <laughs> dropshippen natuurlijk. Ja, okay, nee, precies. maar uiteindelijk weet beetje heb ik het gehad daarmee. En dan denk ik, ja, ik vind niet meer ja, leuk. En dan ja. ga ik wat anders doen. Ja, er zijn genoeg mogelijkheden om gewoon veel geld te verdienen. Ja, man. Wat, wat haal je veel uh, voldoening uit dropship? Want ik heb het zelf ook best een tijd gedaan. Ja, mm -hmm. ik vond het dus echt helemaal kut om te doen. Ik werd er gewoon ongelukkig van hé, het ering veel producten ja. testen. En dan weer gezeik. Want dan was er weer een product dat dan een winnaar was. Maar dan was de kwaliteit net niet goed. Juist. Tante voor klanten, servers. Ja. Ik werd er gewoon niet blij van. Ik zag wel dat geld, maar ik dacht, ja, fuck dit. Maar hoe heb je dat ook? Heb je een manier gevonden om daarmee te dealen? Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk. Wij, hoe, hoe wij dat doen, is wij hebben bijvoorbeeld gewoon een klantservice team. Mm -hmm. uh, dus daar kijken we sowieso niet naar om. Um, en voor de uh, producten die wij leveren, hebben we gewoon een leverancier. En die controleert ook altijd de kwaliteit. Yes. Op die manier krijgen we dus ook geen shopify holes wat de meeste mensen wel hebben en um, ja kunnen wij ook gewoon blijven draaien en hebben eigenlijk niet eens zo heel veel hoofdpijn. want we hebben ook een Facebook uh, structuur om het zo maar te zeggen krijgen we ook geen blokkades ja die krijg je wel maar je kunt er binnen na een uurtje ben je gewoon weer live weet je ja. wel mm. dus we hebben overal hebben we wel gewoon een oplossing voor en ik geloof ook dat er overal een oplossing voor is dus uh, ja die zijn we gewoon blijven zoeken ja. en nu hebben we gewoon echt iets wat gewoon staat wat consistent is en dat is iets ja, wat de meeste dropshippers niet ervaren omdat uh, ja, ik geloof gewoon niet dat ze ja, niet hard genoeg gas geven. Ja, er zijn echt weinig mensen die ik, die ik ken die inderdaad echt nog fulltime dropshippen. En dat echt nog ja. succesvol doen op een manier die ook wel... Um... Stabiel, zeg maar. Ja, man. Stabiel. Ja, er zijn echt, is echt een ja. handjevol van gasten die ik uh, ken die dat doen. Maar jullie hm. zijn dan stabiel. Maar hoe ja. groot is jullie groep? Dat is echt... Ons wij? team bedoel ja. je? Ons team, ja. Ja, nou, ik heb een business partner. En daarnaast hm. hebben we twaalf mensen in dienst nu, momenteel. Um, ja, met onze COO, die ons zeg maar die, die team aanstuurt. 13 ja. mensen in totaal. En COO is dat? Het uh, klinkt altijd oud? Ja. Is dat ook een oude persoon of is dat gewoon ja hij is, van jouw uh, hij is volgens mij 24. Oh, oud. Dus, uh, hij oud. is 20 ook 20 20 20 oud. 20, Wat een elf. Ja. <laughs> ja, ik vind het oud. ik, denk ja. ik ben 18 wil ja. volgens jou miljonair zijn, snap je? Ja, lekker man, lekker man. Je, ik, snap ja, ik vind mezelf al oud. <laughs> nee, 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 ik ben jong, ik nee, weet, weet het. Ik, maar, uh, ik ben ook nog jong. Ik ben ook nog koud. 24 is niks. Ik ben broek. Ja, maar het is waar. Wel wel is 1 derde van je leven, man? Ik niet, man. Ik word sowieso 100. Een ja, vierde. Ja, dat hoop ik echt voor je, man. Dat is mijn affirmatie, bro. Ik word sowieso 100. Moet. Ja, man. Mijn opa's 93 worden sterker. Geen Nee, joh. Ja, bro. Moet 100 oh, ja. halen. En dat met roken. Dus als je niet gaat roken, dan. Uh... Stop. Niet pesten. Ga verder. <laughs> zeg alleen maar dat jij 100 kan worden als je niet rookt, bro. Mijn opa heeft fullig geblag, gewoon fullig gerookt gedronken. Dan je nee, voorstellen. Joh, en 93 geworden. Ja, ja, man. ja. ja, ja. Moet je voorstellen als ze dat niet deed. Maar jongens alsnog nou. niet roken. Nee, nee. <laughs> rook jij? Nooit, jongens. Nee. Helaas wel, <laughs> helaas wel. <laughs> ik vond het fucking mooi, nee, ik, ik zat op je Instagram te kijken je hebt echt een fantastisch schandalige foto. In een Muay Thai broekje, ja. uitzicht van Dubai, <laughs> met een bril op en een sigaret in je mond, Ja, ja. Foto. ja man. Lekker man. Sterk. Ja, die was gewoon spontaan gemaakt man. Love. Nee, was ja. spontaan? Ja, 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 ja. Die hebben we niet gemaakt? Nee, nee, nee. Anders. nee, nee anders. Andere vriend van ons. Ja, lekker man. Even, want ja, jij vroeg over de CEO, want dus eigenlijk heb je nu een heel systeem opgebouwd waar je, uh, hoeveel uurtjes besteed jij nog per dag aan het bedrijf? Want als je een CEO... Hebt... Ik zelf echt? Ja. Zo, ik denk uh, puur op dat gebied uh, twee, drie uurtjes per dag. Ja, keihard. Ja. Ja. ja, kijk, de andere dag natuurlijk een stuk meer, omdat je dan. Uh, ja, het, het wisselt altijd. Weet je, je kan ook niet zeggen van ik werk elke dag twaalf uur. Wij hebben niet zo'n leven, jullie zijn ook ondernemers. Ja, juist. Dus ja, het verschilt wel natuurlijk, maar over het algemeen uh, twee, drie uurtjes. Precies. Ja. En wat doe je dan in die twee, drie uurtjes? Is voornamelijk meetings? Ja. Nee, 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 nee. nee. Meet, dat is echt buiten meetings. Dus het okay, is dus heel echt, heel echt chill. een. business, uh, drop your business. Ja, dan zit ik vooral gewoon met de CEO te praten of met mijn business partner. Kijk ik over het team heen. Uh, ik stuur ze ook best wel veel aan. Uh, ik lees nieuwe dingen aan. Ik raad ze dingen aan. Ja, het is toch wel echt. Uh, op dit moment ben ik toch wel een soort van de leider van, uh, van het hele gebeuren eigenlijk. En uh, ja, zijn we gewoon bezig met groeien. Een denk man. Sterk. Want we praten nu eigenlijk wel van ik bent gestopt met YouTube. En nu heb je een succesvolle onderneming. Ja. Met een team onder je, twaalf man. Um, maar ja, dat is in het begin waarschijnlijk, net met YouTube, is het ook niet zo snel gegaan, net als nee. met dropshippen. Wel twee jaar, moet ik zeggen. Ja. Maar hoe is dat in het begin uh, geweest qua ervaring voor jou? Uh, met dropshippen? Ja. Ja, man. ja. ja, ik heb altijd eerst alles in mijn eentje gedaan. Hmm. En um, ja, dat, 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 dat was ook gewoon niet leuk. Want ik heb echt uh, pas na acht maanden mijn eerste succes behaald met dropshippen. Wat is voor jou succes? Ja, uh, 140k omzet in uh, 12 dagen of zo. Ja, dat ja. is een niet matig succes. Oké. Okay. Ja. Ja. Na leuk. acht maanden zei je. Ja. Oké, okay, goddamn. <laughs> Give it up. Give ja. it up. Maar ik, had er, ja, ik heb zoveel tijd gestoken in het begin in dropshippen. Ik heb ook na drie maanden. Ik heb nu ook uh, momenteel. Uh, ja, burn-out. Maar ik zit daar denk ik wel, wel. Ik zat tegen het randje, denk ik. Ja. Uh, maar ik denk dat ik het destijds ook wel soort van had. Want toen ben ik na die drie maanden ook soort van eruit gevlogen. Omdat ik echt letterlijk elke dag minimaal twaalf uur per dag gewoon aan het werk was eraan. Ja, en ik heb zoveel. Cursussen gekeken, weet je wel, trajecten gevolgd en Facebook-dingen bestudeerd. Weet je wel. Ja, echt alles, alles. alles. Niet normaal. En dan kwam je er bijvoorbeeld later achter dat die ene cursus dat alles bullshit was. <laughs> weet je ja, wel? Ja. Of, dat je, of, of, of dat je dan een nieuwe cursus had en dan moet je die strategie volgen, weet je wel? Dus je ja, bent echt man. van alle hoeken bij wat aan het leren. Hoe heb je dat gedaan dan? Want dat is wel. Iets wat ik vaak heb gehoord voor mijn dropshippen is van oké, okay, je moet naar één persoon luisteren, volgens een ja. strategie. Want als jij twee mensen hebt, ze hebben allebei hun eigen strategie. Mm -hmm. Als dat gaat combineren, kan het misschien juist fout gaan. Want dan ga ja. je misschien alle slechte dingen pakken van beiden. Ja, ik, ik, hoe ik dat heb gedaan, <coughs> ja, heb ja, hoe, hoe dat, hoe, ja, hoe het bij mij is gegaan, ik heb twaalf cursussen gezien. En uh, ja, iedereen vertelde weer wat anders. Maar ik heb een één... ja, man Zes Zes Sowieso elke op? in Europa. Elk in Europa. Ja, en ik heb er eentje uit Amerika gezien. en dat is de enigste cursus waar ik oprecht echt wat van heb geleerd. en waar ik wat uitgehaald heb. Nou, ja, die van Europa zijn allemaal nagehaald van diegene uit Amerika natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, ik vond zelf persoonlijk dat dat gewoon zwakke cursussen waren. Mm. Dat heel veel achtergehouden werd. Want ik sta nu ook echt op een positie dat ik zoveel weet. dat als ik nu naar die Europese cursussen kijk. weet je dat ik echt kan zeggen van. Uh, ja, hier ga je misschien één uh, k-dag mee draaien. Daar word je niet rijk van. Hmm. Dus ja, uh, <laughs> van die Amerikaanse cursus heb ik echt oprecht wat geleerd. En ik heb van alle hoeken dus wat geleerd. En op een gegeven moment heb ik dus... Um, ja, gewoon naarmate de, de tijd echt mijn eigen strategie ontwikkeld. Een beetje. Oké, okay, netjes man. Ja. En bijvoorbeeld die, die uh, cursussen, want ze kosten allemaal. Ze beginnen om met uh, 1000 euro. Ja, klopt. Uh, dat ja. betekent dat je 12.000 euro hebt besteed. Waarschijnlijk nog wel meer aan al ja. die cursussen. Heb je dat zeg maar uit die... Uh, uit de dropshippen zelf gehaald en dat geïnvesteerd? Of hoe heb je dat gefixt? Ja, ja, ja deels uh, uit de dropshippen ook. Dus alle winst. Sowieso heb ik alle winst. Voor echt anderhalf jaar lang heb ik gewoon alleen maar lopen investeren van dropshippen. Ik heb echt niks uitgegeven, wat. Dus uh, ja, sowieso dat herinvesteren constant. En um, uh, ik heb ook een deel van die cursus gewoon illegaal gedownload. Of ja, vriend, weet je wel, die het dan ja, een keer ja. gekocht heeft. Ja. Dus ja, op die manier heb ik dat, uh, heb ik dat gedaan, man. Nou, ja, dus uh, dat scheelt wel wat geld, ja. Ja, dat hebben wij natuurlijk allemaal nooit gedaan. <laughs> nee. ik heb zelfs een cursus. Daar heb ik drie video's van gezien. Nee, twee. die derde voor de helft. Toen dacht ik: wat is dit voor shit? Cursus. Ja. 2000 euro voor betaald en uh, nooit meer verder gekeken. Ja, je ziet dat wel veel mm. man. Dat is echt zonde. Ja. We hadden vorige week uh, die aflevering is net uit met Jaline. Ik weet niet of je haar kent. Zij doet de uh, Cash Cow Academy. Dus oh, met ja, YouTube-kanalen, dat soort dingen. Ja. En zij zei ook dat ze op een gegeven moment volgens mij 1000 of 2000 euro in een cursus had geïnvesteerd. En dat was letterlijk vier A4'tjes. Nee, joh. Met gewoon vier aviërs met is informatie. Video. En oh, um, daarna kreeg ik ook best wel wat DM's van mensen die zeiden van... Ja, zie je wel, daarom koop ik geen cursussen, dit, dat. Mm. En toen zei ik wel tegen hen van... Ja, je hoort nu wel dat er heel vaak slechte cursussen zijn. Maar het is tegelijk ook wel echt belangrijk om te investeren in... Zeg maar, dingen je om je te leren, man. Ja, 100% man. Ik, ik, geloof... ik geloof nog steeds dat je moet investeren in een coach. Man. Juist. Ja, Iedereen ook... in business heeft een coach. Ik heb, nog ook, ik heb ook nog steeds een coach. Ja, lekker, man. Weet je, man. en uh, Tony Robbins, weet je wel, de, een van de grootste ondernemers die je... Of een heeft van de, hij, de grootste he... slash bekendste, heeft ook een coach. Heeft hij een coach? Ja, ja man. Ja, 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 Wat voor ja, 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 coach, coach heeft hij dan? Specifieke dingen, man. Ja, man. gezondheid. En dan heeft hij een heel specifiek gezondheidsspecialist en zo. Ja, ja maar geval, op laatste is dat logisch. Maar omdat die mensen gewoon tegenwoordig ook zo onwetend zijn en niet weten bij wie je... Een coach moet gaan halen, ja, dan maak je gewoon fouten. En die fout ja. heb ik ook gemaakt. Ja. Weet je? Maar hoe kom je bij een goede coach dan? Ja, ja door gewoon uiteindelijk twaalf cursussen verder te zijn. Ja, dat <laughs> ja. geloof ik ook wel. In. Ja, het op is gegeven ook heel En uh, ja, wat ik heb geleerd is, dat is dus de coach die ik. Mijn business, laatste business coach is wel, dat is echt een goede persoon voor mij geweest. Wat ik toen destijds heb gedaan, is ben ik ben gewoon letterlijk bij iets van tien coaches gaan aankloppen. Ik zeg van, hé, hey, kunnen we gewoon een keertje op gesprek gaan? En dan ja. merk je wel een beetje uit de feeling, maar het ligt ook een beetje aan hoeveel doeken je hebt en of je een keus gaat kopen of echt een coach gaat inhuren, om even zo te zeggen, voor een traject. Maar dan kan je inderdaad op gesprek gaan en dan kan je wat meer ook na gaan denken, oké, okay, wat voor vragen wil ik stellen, wat voor problemen heb ik en kunnen zij het echt oplossen? En met met ah, ja. wat voor oplossing komen zij en vind ik dat chill. Ja, maar jij was al, <huggen> verder. Jij was al verder, bro. Als je net begint, ja. dan weet je niet eens wat je niet weet. Ja, we hebben, ik heb ook wel eens... Uh, Vorig jaar heb ik ook iets van 3000 euro uitgegeven aan een, uh, aan een coach. En ik ga zijn naam niet noemen. Maar ik heb, veel, ik heb wel doen, een hele leuke dag gehad. Maar ja, het kon wel beter geïnvesteerd worden, laten we het zo zeggen. Ja. Als ik dat destijds in de business coach had geïnvesteerd, was het sneller anders gegaan of zo. Maar de, kijk, daar leer je ook weer van. En dat heeft wel een bepaalde bevestiging gehad van de kwaliteiten die je dan weer hebt. Want, want als jij die op die cursus kijkt. En je denkt van ja, wat voor shit is dit. Betekent wel al dat je op een. Hoge level zit dan de video's die je kijkt? Ja. Nou, daar kwam ik later dus achter. Ja, oké, dat kwam er, okay, ja, ja, dus ik later. ik keek die cursus achter. en ik geloofde er eerst in. En toen ging ik het uittesten, precies wat ze deden. Gewoon ja, test dit, doe dat, weet je wel. Nou, ik test, ik doe dat. En ook echt doorzetten. Hè? Dus niet na één keer of twee keer of tien keer van denken van um, ja, ik stop ermee. Nee, ik ging echt doorzetten. En ik dacht dat het mijn fout was. Dus ik doorzet het, doorzet Ik denk, ja, wat is dit nou, weet je wel? Mm. Dus ik koop daarna nog een cursus van iemand anders. Ga ik die strategie volgen? Ja, dat gaat dan iets beter. En dan merk je al een beetje van die andere cursus van... Ja, dit, dit, zijn, een beetje, dit ze zijn verschillend weet je wel? Deze weet bijvoorbeeld iets meer. En dan ga je weer naar de volgende, en weer naar de volgende. En weer naar de volgende. Mm. Ja, en dan op een gegeven moment kom je er gewoon bij een dat je denkt... What the fuck, hou Ik heb gewoon vijf cursussen gekeken die gewoon echt gewoon bullshit waren man ja ja, ja. <laughs> ja. ja. of gewoon outdated weet je ja, wel dat precies, is gewoon niet meer zijn, hè. Ja, man. Ja, man. ja maar want daar ben ik dan wel benieuwd naar. had jij iemand in je omgeving die dan veel verdiende met dropship, of waarbij dat heel goed nee, ging want hoe heb je dan zoveel vertrouwen in dat businessmodel waar komt dat vandaan want heel veel mensen als ze één keer duizend euro hebben geïnvesteerd in de cursus het is eigenlijk al een wonder als ze de cursus afkijken mm -hmm. heel veel mensen doen dat niet eens nee nee toch nog verder dan één video ja maar die kijken hem dan af, proberen het een half jaar en denken: Ja, dit werkt niet. Fuck it. Maar jij hebt het en je ja. blijft maar proberen, je blijft investeren al die tijd. Ja. Hoe, waar komt dat vandaan? Hoe komt dat? Heel simpel. Weet je, er zijn genoeg succesvolle mensen in e-commerce. Mm -hmm. En ik wist van mijzelf dat als ik het niet zou laten lukken, als ik er niet succesvol in zou worden, was het gewoon mijn schuld. Ja. Dan, is, dan ligt het aan mij. Weet je, dan weet ik iets niet wat hun wel weten. En daar probeerde ik constant achter te komen. En ik wist gewoon dat, dat het gewoon ja echt een goede businessmodel was. Alleen ja, dat uitvogelen is heeft gewoon echt zo lang geduurd. Ja. Heb je wel eens zo op een gegeven moment helemaal. Twee, ja. ja. Twee hele jaren, hij is al 18. En de tijd gaat snel. Ja, dat is snel man. Hoe heet het, um, heb je wel een moment gehad dat je dan wel echt met je handen in het haar zat? Dat je ja, echt man. dacht van. Hoe de fuck ga ik dit dan echt doen? Want ja, ik, kijk, dat, dat heb ik heel erg. Ik weet dat ik het ga halen. Mm -hmm. Maar ik heb wel momenten dat ik denk dat ik het niet ga halen. Dus ik snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja ik snap je 100%. Man. En heb je een soort van, kan je een soort van moment herinneren waarop ja. je echt dacht van, oké, okay, dit is echt een kut moment en hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, kijk, ik heb natuurlijk meerdere gut momenten meegemaakt en tegenslagen, maar ik heb ze altijd gezien als, ja, het hoort erbij, het part of the journey. Maar ik heb één keer meegemaakt dat ik echt geen licht meer in die donkere tunnel zag. Weet je, ik zie altijd wel een oplossing of een mogelijkheid of als ik dit ga doen, dan kom ik in ieder geval dichterbij. Weet je, als je niet weet wat, wat je moet doen. En je weet wel in ieder geval welke richting je op moet gaan. Ja, dan doe ik dat gewoon, weet je. Want wat ga je anders doen? Niks doen. Ja, dan ga je achteruit. Nee, nee. Dus weet je, er was één moment dat, 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 ik, dat ik gewoon echt niet wist wat ik moest doen. Dus toen ben ik uit gaan zoomen, naar mezelf gaan kijken. En kwam ik erachter dat ik eigenlijk niks fout deed. En dat was echt ook het moment dat ik wilde gaan stoppen. En dat heb ik nog nooit eerder gehad. Dat is echt, ik wilde echt oprecht stoppen, omdat ik was er zo klaar mee. En ik had alles, echt op alles gezet om het gewoon echt te laten lukken, weet je wel. En het lukte maar niet. En um, ja, toen ben ik het nog één keer opnieuw gaan proberen. En daar is mijn eerste succes uitgekomen, man. Keihard. Ja, maar waar zat het hem in dan? Je had een store gebouwd of zo en, en het wou niet lukken, winstgevend. Of waar zat het hem dan in, die uitdaging? Waar liep je tegenaan? Had je wel sales, maar het was niet winstgevend? Of had je überhaupt geen sales? Nee, ik deed dus niks fout, man. Ik moest gewoon doorgaan. Maar ik ja, was constant aan het precies. zoeken naar wat doe ik fout? Wat, wat, wat gaat er fout? Wat ik beter kan doen. Maar er dat, dat, was dus niks. Ja, en ik ja. herhaalde en daarom het proces gewoon je wilt, Daarom wil je stoppen, ja, omdat je denkt van, oké, okay, ik weet nu eigenlijk ja. niet meer wat ik beter moet doen. Ja. En het loopt ook nog steeds niet, dus dan ga ik een beetje stoppen. Ja. Maar daarna komt altijd die doorbraak, man. Ja. Op het ja, moment man. dat je wil stoppen, ja. je gaat niet stoppen, je gaat door, man. Altijd. Ja. En de volgende keer als je weer wil stoppen, en het echt alles gaat voor top, en je gaat dan toch weer door, dan kom je weer door een volgende doorbraak. Ja, man. Hoe, maar hoe heb je dat uitzoomen gedaan dan? Want ik heb dat ook wel eens gehad, dat ik mezelf helemaal in de knoop had gedacht in mijn business. Mm. Ja. En bij mij was daar bijvoorbeeld dan wel gewoon tijd voor nodig. Maar ja, dat is niet altijd een handige factor. Je hebt liever dat je op dat moment kan uitzoomen. Wat was het bij jou? Ben je ergens zeg maar, mee gestopt? En even, of heb je er tijd overheen laten gaan? Hoe heb je dat uitzoomen gedaan? Ja, ik ben gewoon heel simpel gaan kijken naar mezelf. Ja, in dat moment heb je natuurlijk super veel frustratie. Maar ik ben gewoon heel simpel gaan kijken naar mezelf. Kijk, ik geloof echt simplistisch key, weet je wel. Dus op dat moment was ik gewoon echt gaan nadenken van... wat kan ik op dit moment fout doen? Wat, wat is, Zie ik iets niet ofzo? of zo? Wat, wat is het, weet je wel? En daar. Vooral in mijn bed ga ik heel veel nadenken, yeah. want dan ja, doe ik mijn telefoon weg en laat ik gewoon eigenlijk mijn brein gang gaan. En toen ben ik gewoon één hele nacht nagedenken, heb ik ook uh, die nacht niet geslapen bijna. En toen ben ik in de ochtend meteen weer gaan werken en heb ik gewoon hetzelfde gedaan, omdat ik er toen ben achtergekomen van, ja, uh, yeah, what the fuck, doe niks fout. <laughs> <Yeah>. <laughs> en toen uh, ben ik het gewoon opnieuw gaan doen en gelijk uh, is het aangeslagen, man. Dus, uh, simplicity, simplicity, vrouw. Ja, ja, uh, ja, heel veel mensen maakt het veel te moeilijk. Ja, Dat is waar. Dat hebben wij ook heel erg van gewoon actie blijven ondernemen. Dat is een beetje ja. hetzelfde idee, man. Je moet gewoon blijven gaan. Je gaat toch wel tegen die fouten aanlopen en al gaande leer je. Heel veel mensen willen het plan uitdenken voordat ze aan ja, de man. slag gaan. En dat gaat gewoon echt niet werken. Het ja, plan nee. wordt pas gevormd als het uh, eigenlijk doet, man. Heb je een. Weet uh, hij, uh, van gast van Facebook ook weer. Ook weer? Mark Zuckerberg. Mark. Mark, je zei dat ook nog laatst, inderdaad. Van ja, het idee van Facebook is niet ontstaan in zijn compleetheid toen hij eraan begon? Nee, het is echt tijdens is het proces. Is, dat, is het idee echt uitgerold? Maar dat hebben we allemaal wel, man. Dus ook met de problemen, je weet eigenlijk pas de oplossing als je de eerste stap weet om, de proble om het probleem op te lossen. En daarna komt de rest vanzelf wel, man. Ja, man. Daar ben ik wel dan benieuwd naar over, van visie en zo. Want je hebt volgens mij best wel, je denkt planmatig, zeker voor de leeftijd die je hebt, ben je mm -hmm. best wel een soort van strategisch ingesteld, denk ik. Mm -hmm. Toen je begon met dropshipping, had je verwacht dat je nu. Hier zou staan qua succes dat je hebt behaald en wat je Zitten, hoe je bent hebt ontwikkeld dat je zit bij de lot van het podcast <laughs> de hardste podcast van Nederland abonneer. <laughs> <Ja>. <laughs> maar had je daar toen al zo'n beeld van of hoe zag je of had je toen eerder van ik wil een 10k maand draaien zeg maar. Ja ik had sowieso al vanaf het begin doelen man. Dus ja. ik heb vanaf het begin heb ik altijd heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan boeken gelezen ja en, en de dingen die daarin staan zijn gewoon wel een beetje vanzelfsprekend voor ja. de mensen die boeken lezen weet je stel doelen dus dat is iets wat ik gewoon wel echt deed. En uh, een van mijn doelen die uh, daarop stonden, dat was gewoon op ton per maand. Ja, uiteindelijk kom je daar en dan zet je een nieuw doel. 1 miljoen per maand. ja Op een gegeven moment weet je, op een gegeven moment. Het gaat gewoon in stapjes. En uh, ja, doelen stellen, dat blijf ik nog steeds doen, dat heb ik altijd gedaan. Ja, en 1 miljoen per maand is dus ook gelukt. Ja, nee, we zitten nu niet op dat... Op dit moment zitten we niet daar, maar we zijn heel goed op weg. Ja? Oké, okay, ja. is nice ja. man. Nice man. Kear, ja. Nee, ik ga niet zeggen dat het zo is als het niet zo is natuurlijk. Nee, 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 nee precies. Nee. Maar, ik dacht, maar dat zo hoe als... zie je dat die ja. lijn ook gaat dan? Want dat, gaat dat zeg maar in een rechte lijn omhoog? Of gaat dat eigenlijk zo? Hoe gaat Ja, dat het? verschilt man. Ja. ja, dat verschilt. Weet je, de, de, de eerste drie maanden kan het bijvoorbeeld echt zo gaan. En dan uh, op een gegeven moment, twee maanden gaat het een beetje zo. Juist. En dan weer zo. Ja. Maar sowieso, ik als persoon en, en mijn business partner merk ook. Wij gaan gewoon echt zo. Weet je, en daar letten we ook wel echt op. En, en daar, daar, daar stuur ik hem ook aan en daar focussen we ook echt op. Dat, dat we uh, als we nieuwe gewoons aanleren, dat we uh, niet weer in de oude zelf terugvallen. Weet je, wel. want dan ja, heeft okay. het ook geen nut. Hoe doe je Jof, dat dan? Ja, gewoon streng zijn naar jezelf, man. Maar ook naar elkaar, eerlijk, toe. naar elkaar toe. Ook? Ja, man. Ja, okay. bro. Ik, ik, mijn bispaar, nee, het En ik, ik scheld hem gewoon uit als hij, hij <laughs> zich als homo gedraagt. Ja, dat doe ik echt. En dat weet hij. Ik kan hem nu opbellen. Maar nee, echt oprecht. Want kijk, je moet gewoon hard zijn naar jezelf. En dat is iets wat de meeste mensen gewoon tegenwoordig niet zijn. Mm -hmm. Weet je, het zijn gewoon poesies. Gewoon, ja, het is gewoon echt zo. Mm -hmm. Weet je, kijk, mensen zijn lui. En, 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 weet je, ze, ze, ze willen het, maar ze willen het niet echt. Mm -hmm. En ik word gewoon boos naar mezelf als ik, als ik, als ik, als ik iets niet kan doen weet je wel. Mm -hmm. ik, ik zeg gewoon tegen mezelf, uh, ja als je dit niet gaat doen, dan ben je gewoon echt homo. <laughs> ja man, ja man. En als ik het dan wel gedaan heb, dan noem ik mezelf gewoon een soldaat. Ja, juist. ja, ja, ja man, goede ja. En ook gewoon bij mijn bispartner bijvoorbeeld, hij uh, noemt zichzelf altijd een soldaat, weet je wel. En hij had laatst een paar domme fouten gemaakt. En um, ja, ik zeg dan dan gewoon tegen hem van, uh, ja je bent geen soldaat. Weet je wel. En hij vond het natuurlijk niet leuk om te horen. En dat is nee. logisch. Maar op die manier ga je eigenlijk wel juist omdat het een stukje van je persoonlijkheid is, um, loskoppelen daarvan. En dat wil je terugclaimen, toch? Ja, man, dus op die manier. manier ga je dan juist wel nadenken en er alles voor doen... om wel zo genoemd te worden en om wel zo gezien te worden. En ja, daar toch? is juist die groei, man. Ja, dat ja, is man. heel sterk, man. Dat is heel sterk. Ik heb, ja, je hebt, uh, ken je Valuetainment? Ken je dat? Van nee, uh, Patrick David. David. Dat is een gast, die heeft, wat heeft hij gemaakt? Uh, een bedrijf van 150 miljoen of zo. In ieder geval echt een hele zieke ondernemer. En die had op een gegeven moment ook dat wat voor hem een heel erg een definiërend moment was in zijn leven, was toen op een gegeven moment iemand aan het praten was. En die persoon zei van ja, hoe ik zorg dat ik uh, word wie ik wil zijn, is door heel goed na te denken over wat ik wil toevoegen. Hij ja, had bijvoorbeeld een vriend van hem die zei van ik wil iedereen met wie ik in contact kom in het leven en een relatie mee aanga, beter achterlaten dan toen ik ze leerde kennen. Mm -hmm. En dat is een beetje hetzelfde. Je moet voor jezelf bepalen, oké, okay, waar, waar wil ik voor staan? En ook delen met de mensen om je heen van oké, okay, hier wil ik voor staan. Als ik dat niet doe, kalm op die shit. Dus Juist. als hij het zegt, en het is een beetje straatverwoord, natuurlijk, soldaat. Maar gewoon, ja. van, waarschijnlijk, hij toont kracht. Mm -hmm. Hij is daadkrachtig. Hij laat zien, hij weet wat hij moet doen. Juist. Hij houdt zich aan zijn woord, al die dingen. Juist. En jij bent gewoon heel ver in die zit van, joh, bro. Jij zegt dat je dit wil zijn. Ja. Je bent dat niet meer. Nee. Mm -hmm. Dus ja, of pick, pak het op, of jij bent die guy niet. Weet nee. je, beslis. Ja, en maar eerlijk eerlijkheid dat dat is ook is. zo belangrijk, man. Want zoveel mensen, kijk, het klinkt zo cliché, weet je wel. Maar het is echt zo, man. De meeste mensen zeggen gewoon niet eens eerlijk naar hunzelf. Mm -hmm. Maar ik ben wel. jij altijd eerlijk naar jezelf? De afgelopen periode wel, man. Ja? Ja. Betrap je jezelf nooit op dat je een bitchboy bent? Ja, eerst natuurlijk wel vaak. Ja. Ja, ik, ik heb maar, dat uh, ook, hè, vaak. Ik heb, dat, ik heb dat te vaak soms, dat ik denk van, hey, ja. ik ben echt een pussy nu, man. Ja. Maar het gaat erom, dus, kijk, wat jij net zei, van, oké, okay, je wordt, daarna word je boos. En omdat je boos wordt, kan je de boosheid omzetten in energie om dan actie te gaan ondernemen. Ja. Daar gaat het meer om. Dat je en niet sorry. in die negatieve emoties blijft zitten. Nee, en ja. sommige mensen die kunnen zeggen wel, wel negatief zijn op zichzelf, maar die gaan dan in hun schulpje kluip, uh, kruipen. En denken: ja, dan denk je, ja, ja, ja. Hey, blijf maar lang in bed liggen. <laughs> dat is dan wel beter. Ja, dat en dat is het gevaarlijke. Niet, maar dat is wel van: ja. jij zit nu op die, zeg maar, in die positieve vibe. Ja. En dan ga je alleen maar klimmen, 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 klimmen. Ja. Je hebt ook de andere kant. Het is precies hetzelfde. Van: Oké, okay, je kan ook een beetje negatief zijn. Dan ga je iets één dag, dalen, gewoon ja, lekker, oh, één dag lekker, uh, lekker laat uit bed Prima, man. Ja. De volgende dag denk je van: Oh. Ik ben weer laat wakker. De volgende dag denk ik. Just. En na een Go. week denk ik: oké, okay, nu ga ik het weer een beetje oppakken. En dat is heel erg. Sommige mensen zijn daar heel erg extreem in, heb ik gemerkt. Ik heb het gevoel dat jij daar heel erg extreem in, in bent. Andere mensen die moeten dat weer heel rustig opbouwen. Ik heb juist dat ik heel rustig iets moet opbouwen, maar dat ik dan iets langer kan vasthouden of zo. Juist. Snap je? Ik kan niet. Uh... Ja, jij bent geen extremist daarin. Ik lijk daarin nee, meer op jou. Nee, maar. hebben dat heel erg, inderdaad, ja. Heb je iets van ADHD of zo? Ja, ik heb ADD, man. Ja, precies. Ja. Ik, heb, ik heb ook ADHD. En uh, ik denk dat dat daar ook wel in zit, man. Daar ja. zit een soort van soort van gestoorde obsessiefheid ook in, man. Dat ja. je helemaal bevlogen kan zijn en zo door iets. Nee, dat is dat... een maatje dus. <laughs> <Ja. Shout out laughs> naar jou. Je nee, je maar dat... Heb je daar ook wel eens? Want je hebt ADD zeg je. Ja man. Ja, heb je er ook wel eens last van? Want ik bedoel vaak, ik weet niet hoe lang je dat al weet, maar je krijgt altijd zo'n labeltje van, oh, je kan niet goed concentreren en, en. Ja man, ja man. Ik had op school, omdat ik het nooit leuk vond, uh, kon ik nooit luisteren, terwijl ik het echt oprecht probeerde. En ik heb zoveel gesprekken gehad op school, echt niet normaal. Elke dag straf. En als ik bedoel elke dag, bedoel ik elke dag, hè. Niet uh, om de dag. Elke dag heb ik straf gehad. en Je kan het navragen aan elke school waar ik op gezeten heb. Mm. Weet je, en ik probeerde het echt, omdat ik op een gegeven moment gewoon... echt boos en depressief werd van die shit, dat ik het gewoon niet kon. Mm. Weet je wel, ik, dus ik probeer, ik kan, ik kan gewoon niet naar iemand luisteren die me niet interesseert. Als je ja. me gewoon echt niet interesseert, ik, ik kan ja. dat gewoon niet. Dat is ook lastig, man. Ik lastig. kan er niks aan doen. Ja, dat, ja. Is, dat is mooi. Dat, maar dat is ook mooi om te zien, want waarschijnlijk kan je, als het je wel interesseert, zeg ja. maar drie vier uur lang, soort van obsessief erin. Ja, man. Verdwijnen. Hij oh, heeft vijf cursussen, heeft die helemaal doorgespit. Ja, 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 precies. Man. Nee, maar twaalf. dat is dat is echt. Twa oh ja, twaalf. <laughs> maar dat is echt bizar om te zien. Kijk, ik ja, heb man. bijvoorbeeld mijn vriendin of een goede vriend van mij, die hebben veel meer soort van een standaard focus. Die zijn gewoon goed in focussen. Die kun je echt alles voorschotelen en dan gaan ze gewoon zitten en dan kunnen ze daar een uur op focussen. That's it. Ja. Maar ik heb gewoon, het voordeel dat ik heb, en dat jij dus ook hebt, is dat als ik, als ik iets voel, dan kan het zeg maar zijn dat ik ineens om drie uur s nachts denk, ah oh, kut, ik moet morgen vroeg op, ik zit veel te diep in deze shit, ja, ik moet ja, echt ja, gaan ja. slapen. Klopt. Maar het nadeel is dat als iets me niet boeit, ja, dan is het zo tering moeilijk om daarmee te beginnen. Ja, dan zit ik inderdaad. gewoon, dat ik, ik moet vijf keer een bladzijde lezen, gewoon ik lees en denk ik, ah, ik heb helemaal niks <laughs> mee gekregen. Gewoon. Maar dat is ook wel gewoon school, hoor. School ja, was dat ook, is ook gewoon zo moeilijk, school, man. Ja, school, ik kon ook nooit, ik moest altijd vijf bakjes koffie uh, opdrinken en vooraan gaan zitten. En ogen groot wijd open houden, <laughs> anders zou ik halverwege de les echt gewoon in slaap vallen. Ja, man. Ook al had ik, was ik gewoon uitgerust. Ik had gewoon, dat had ik ook gewoon, man. En sommige studenten die kunnen dat heel erg goed. Maar school, zo is school gewoon. Het ja, is ook gewoon, je krijgt zoveel stof. En dan denk ik van ja, ja. daar ja, moet ik dit allemaal voor weten? Hij zei het aan het begin al. Fuck school. Ja man. <laughs> gewoon voor veel mensen is het <laughs> gewoon tering zuur. Ja. Ik denk wel. Met de, zo, morgen. Het is wel ook een goede training voor ook wel discipline man. Ook als je, juist als je jong bent. Alleen hij is wel moeilijk. Maar die discipline ja. vroeg opstaan. Dingen doen die je echt kut vindt. Om nou, te ik doen. weet niet man. Ja, ik weet niet. Dat ik zeg heb, ik altijd als ja. je één ding uit school wil halen. Want, zeg maar heel veel mensen, bijvoorbeeld die luisteren, je bent 15, je moet gewoon naar school. Ja. ...en aardrijkskunde vind je gewoon zwaar kut. Mm -hmm. Dus ga op zoek naar van... ...oké, okay, waar kan ik wel nog waarde uithalen? Want daar geloof ik echt in. Als je gewoon altijd op zoek bent naar de waarde in situaties... ...en alles zit waarde, hoe kut het ook is. Mm -hmm. En op school kun je heel erg leren van... ...oké, okay, hoe ga ik om met docenten? Die communicatie kun je oppakken, dus hoe ga je om met autoriteit? Maar ook, hoe zorg ik gewoon dat ik goed word... ...in dingen doen die ik kut vind om te doen? Want ik geloof wel als ondernemer is dat gewoon een hele belangrijke eigenschap. Juist. Je moet gewoon met zure dingen kunnen dealen. Ja. Dus laat dat dan de les zijn... Klopt. Ja, maar die inzichten ja, die hebben de meeste jongeren natuurlijk niet. Nee, Die gaan naar school niet. en denk ja, dat is gewoon kut. Ja, <lacht> ja <lacht> klopt, dat is wel kut. Ja. Maar besef ook gewoon bij jezelf dat alles wat er op de wereld ontwikkeld is... ...betekent niet per se omdat het ontwikkeld is dat het goed is voor jou. En vaak als nee, mensen ja, naar klopt. school gaan en dat, dat je dingen doet... ...dan denk, ga je ervan uit dat het goed is voor jou. Maar dat is met school... ...kan het zijn, en het kan je wel een baan opleveren waarin je ontwikkelt... Maar voor heel veel mensen inderdaad is dat niet de uitkomst. En dan moet je maar zo'n extremist zijn zoals jij. Dat je inderdaad nee. buitenschool om nog echt knallen gaat knallen, knallen, knallen. Maar het is niet standaard. Nee, heel man. veel mensen nee. die zijn niet zo extreem. In een buitenschool zijn ze al heel erg snel in dat negatieve zelfvive. Maar... Waardoor ze dus gewoon licht teveeg gaan kijken. Ja, maar dat is precies wat jij laat zijn. En dat was wel een soort van voor mij deed dat het wel even goed herinneren. Jij zei, Je wil iets wat de 1% heeft. Maar. Dat zegt het al. Er is maar 1% van alle mensen op de aardbol die gedaan heeft wat er gedaan moet worden om te komen waar jij heen wil. Maar je spreekt bijna alleen maar de 99%. Dus het is niet gek dat hoe meer jij naar je succes en je doelen komt, hoe minder jij om je heen kijkt en denkt dat je, weet je, mensen hebben het over dingen waarvan je denkt, van, ja, ik maak me hier niet druk om, ik voel dit niet, weet je, waarom de fok ben je hier zo mee bezig? Wat boeit dit allemaal? Weet je, of focus je gewoon op je doelen, op vooruitkomen. Maar de wereld is gemaakt voor de 99%. En niet voor de 1%. Ja. En dat ja. is gewoon belangrijk om te weten. En ja, om te beseffen. Ja. Waar zit jouw 1%? Dus als jij kijkt, dan heb ik het over de mensen om je heen. Mm -hmm. Heb je al een beetje die 1% gevonden voor jezelf? Nee, deze vraag heb ik nooit eerder gekregen. Misschien als ik erover na ga denken, dat ik daar wel op iets kom. Ja. Ja. Maar deze komt heel spontaan in één keer in mijn ogen. <laughs> <Okay. laughs> en als ik je vraag van, oké, okay, je hebt een businesspartner. Ja. Jullie zijn wel... Um, Zeg maar, zijn jullie uh, yin en yang dat jullie wel elkaar aanvullen? Mm -hmm. Is hij wat rustiger en ben jij wat drukker? Of is hij heel erg uh, gecontroleerd, gestructureerd? Of juist andersom? Merk je dat dat goed samengaat? Ja, we hebben allebei echt onze eigen taken, man. Okay, Kijk, ik ben bijvoorbeeld zo. echt heel goed in het analyseren. Ik heb heel veel mensenkennis. Mijn communicatie is heel goed. En mijn business partner is bijvoorbeeld heel erg goed in uh, specifieke taken doen. Zij dus mm -hmm. kan bijvoorbeeld, uh, ja, ik zeg maar wat, een. Uh, uh, ja, wat, ja, even een voorbeeld. Uh, een, nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe shop maken, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg maar wat. kijk dat kan hij veel beter dan ik. Dus we hebben allebei echt wel... Dit zijn echt maar kleine voorbeelden. Maar we hebben echt allebei onze eigen dingen. Mm -hmm. Waar hij beter in is dan ik. En waar ik beter ben... Nee, waar ik beter in ben dan hij. Ja, dat is heel sterk. Dat is ook wat je moet hebben. Je ja. kan geen twee chefs in de keuken hebben wat dat betreft. Snap je? Nee. Iedereen moet zijn eigen dingen hebben, want nee. anders gaat het ook botsen. Anders ja. heeft ook geen nut. Maar wanneer nee. heb, je dat, wanneer heb je dat besloten dan om met hem samen te gaan? Want je begint ja. alleen met dropshippen. Ja. Nou, het was een heel grappig verhaal eigenlijk. Want uh, mijn businesspartner zat eerst in de schulden door cashflow problemen met dropshippen. Fuck that. En hij heeft een stuk of twintig mensen heeft hij gedm'd voor hulp. Of hij voor ze kon werken voor, voor die dropship. Guys. Hij heeft, daar, daar was ik een van. Die heeft hij allemaal benaderd en uh, ik was de enige die dat gereageerd en ik wou hem gewoon oprecht helpen ik hoefde daar niks voor terug ja. en toen zijn we op kal gesprongen en uh, ja weet je het verhaal geschreven en ik vond het oprecht gewoon wel zielig weet je wel dus uh, ja we hebben echt een uur lang gepraat uh, zijn we op een oplossing gekomen ik had thuis nog wat producten staan die ik ingekocht had maar nooit eigenlijk wat mee had gedaan dat ik echt 10.000 ideeën had dus dat zouden we dan adverteren en echt de laatste minuut kwam hij in één keer met een uh, product waar hij nog uh, mee draaide. Dat was een oude winnaar van mij. Hij pakte daar 200 euro winst mee per dag met echt 10 of 20 euro ad spend. En hij was niet goed in Facebook ads. En ik wel. En ik zag direct dat ik dat ding gewoon echt lijp kon opschalen. Weet je wel. Uh, Ro was uh, 10, 20 of zo. Hij dacht, ja, normaal. Ik zie meteen van, yo, ja, ja, ja. <laughs> dat ding kan de lucht in. Weet je wel. Juist. Dus toen hebben we alles geskipt die hele kal was helemaal nergens meer, die, die was niks meer waard. Toen zijn we op dat product gaan focussen, mm. hebben we die samen gewoon opgeschaald. En daar is eigenlijk een beetje onze samenwerking ontstaan. En zo zijn we ook eigenlijk achter bepaalde dingen gekomen bij elkaar. En zijn we gewoon uh, gaan groeien, man. Dolk nou, man. Goeie, bouw, bouw, ik wou, bouw, bouw. ik wou, ik. Dus voordat jij die vraag stelt, want ik wou daar ook al heen. wou ik vragen van: hoe vind je een goede businesspartner? Maar ja, daar... Ja. ja, vind iemand in de schulden die in een DM staat? Het is geen geen. Maar ik geloof ook dat het met een reden is gebeurd, man. Ja, man, sowieso. Dat, uh, dat is toch sowieso in het leven? Ik, ik weet niet ja. hoe spiritueel je bent in die shit, maar ik geloof daar best wel in. Dat er heel veel dingen ja. gebeuren. Je hebt ook vaak ook dingen die kut zijn en zo. Ook voor hem want Hij zit in de schulden. Dat ja, kan heel je leven definiëren Dat is het ergste wat je ooit overkomen is. Weet je wel, je kan daarin blijven hangen en dan zit je in de schuldsanering. Of je kan blijven knallen en nu is het voor hem eigenlijk een van de beste dingen die hem overkomen is. Ja, Daarom heeft hij jouw leren kennen en zijn hele business gegroeid. wat het nu is klopt ja zijn leven is die ook echt veranderd man ja man dat en dat, is dat, is, bizar. dat vind ik echt mooi om te zien man ja kijk keihard, ja. keihard. Ja, maar dat ja ik weet niet of dat met de spirituele te maken heeft man tuurlijk kan wel ja, maar ik geloof er ook gewoon in inderdaad van kijk jij weet waar je vandaan komt ja. hij zit in de schulden jij bent een helper dus jij ja. gunt hem ook want jij kent zo'n situatie ja. en zulke jongens helpen elkaar man en dat zijn ook de jongens die je uiteindelijk ook wel gaan ontploffen. Snap je? Nou, Want er zijn ja. ook 18 van die andere jongens. En misschien gaan er wel een paar hartstikke goed door. Ik kan er niets over zeggen. Maar de mensen die altijd egoïstisch zijn. En alleen maar aan zichzelf denken. Weet je, die, die, die komen misschien wel ergens. Maar die komen niet zo ver. Weet je, die gaan misschien een paar ja, keer een succes bereiken. En het is leuk dat ze succes bereiken. Maar je hebt toch echt andere mensen nodig. Wat je net zegt. Ja. Jij kon een product van hem zien. Maar zonder hem had jij geen winnenproduct. product. Nee. Snap je, dus je hebt elkaar erin wel nodig. En dat hebben ja, wij man. ook vaak genoeg gemerkt. Als, wij, als alleen jij de podcast deed. of alleen ik de podcast deed. dan hadden we nooit 100 afleveringen gehad. Waren we waren misschien na 10, 20 afleveringen weer gestopt. omdat het zoveel gezeik was in het begin. Ja. Ik zou het niet aanraden om een podcast te beginnen, man. Het <laughs> is echt heel veel gezeik inderdaad. Nee, wel als je op alle social media platformen aanwezig wil zijn en zo, ja. Ja, dat was ook veel gezeik. <laughs> maar het begin gewoon 40 fijn. uur in de week mee bezig, joh. Overal uh, filmpjes maken, video's opnemen, ja. editen, ja, alles erop en Maar dat gaan. weet hij als geen ander. Hij heeft een ja, fucking YouTube-account gerund. Ja, uh, daarom. Dat heb hoog. je ook dus gehad, ja. Precies. Uh, die grind ja, heb je waarschijnlijk ook wel gehad. Ja. Laat man. Hey, ik ben wel benieuwd, want daar zijn we echt helemaal niet meer op teruggekomen, van hoe kijken je ouders er eigenlijk nu naar? Want je ouders hadden eerst iets van, wat de fuck ja, gaat hij nou man, weer man, doen? Man. Maar nu ja. zien ze waarschijnlijk de vruchten van die je plukt. Ja, hoe kijken mijn ouders er nu naar? Op dit moment zijn ze gewoon trots. Je, ja. Ze willen gewoon het beste voor mij en als zou ik tandarts zijn, zouden ze ook blij voor mij zijn. Ja. Weet je, en of ik nou miljonair ben of uh, maar een ton op de rekening heb, nou, dat is ook veel natuurlijk. Maar, ja wel, <laughs> jawel, ja, dan zouden ze nog steeds even trots op me zijn. Ja. Dus ja. ja, weet je, dat, dat geld maakt hun ook eigenlijk niet zoveel uit. Weet je. Ze vinden het leuk en natuurlijk wil iedereen groter wonen of wat hebben, weet je wel. Maar... Ja, ze houden gewoon van mensen, ze willen gewoon het beste voor mij, zolang ik maar gelukkig ben. Ja. Dus uh, dat zullen ze naar kijken, man. Hard, man, want je gaat ook niet meer naar school, denk ik, of wel? Nee. nee. Sinds wanneer, Sinds wanneer je ben je met mee, mee, mee gekomen? Nee. Ik zei: Fuck school. Ja, toen je 15 was. Ja, nee. toen ik 15 was ongeveer. Man. Ja, ben je gewoon. Uh, ja, God, man. ja, maar echt op een hele rare manier. Ik krijg nog steeds elke dag DM's van: hoe ben je gestopt met school op je 15? Want ik krijg het niet voor elkaar. Ja, vertel. Ja, het is echt een heel bijzonder veel. Ik Want, ben echt benieuwd. Ja, ja het, het is echt heel vaag gegaan. Nee, dit is echt een vraag die voor heel veel mensen nu beantwoord zullen worden. Oké, okay, ik ben benieuwd. Maar um, ja, kijk, destijds was natuurlijk die coronaperiode. En um, ik had heel veel research gedaan over hoe ik kon stoppen met school. Nou, om een heel lang verhaal <laughs> kort te maken, okay, dat, dat is onmogelijk als je 15 bent. Of je moet een donde jong zijn, weet je wel, die al 10.000 euro per maand verdient Juist. en naar de rechter gaat en zegt, hé hey, kijk, ik verdien 10 k per maand. Dan, dan kan dat, weet je. Maar uh, ik verdiende dat totaal niet. En um, ja, ik geloofde ook destijds dat er overal nog steeds wel een weg voor was. Dus um, ja, toen ben ik ook gewoon een beetje in de regels uh, gaan duiken. En uh, hoe alle processen gaan. Met als je bijvoorbeeld van school wisselt. En een beetje in de wetten gedoken en zo. Dus ik ben echt diep in die shit gegaan. En um, ja, toen uh, ben ik achter bepaalde dingen gekomen. En heb ik tegen mijn mentor gezegd van, uh, ja, ik wil naar een andere school toe. En um, ja, hij zei: Waarom wil je dat? Bla bla bla. Dat ik gewoon leuk verhaal van... Ja, dat is marketing en dat interesseert mij. En het interesseert me ook oprecht, maar die school niet. Dus. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik ging dus ook naar die andere school toe. Ging ik een inschrijfbrief aanvragen. En het was ook een privé school, niet een normale school. Want daar hebben ze contact mee. Privé school, dat, dat die contact gaat toch op een andere manier. Dus daar heb ik expres voor gekozen. Nou, privé school in Den helemaal. En um, uiteindelijk zou ik me inschrijven. En. Um, ze zouden dus me uitschrijven op die school. En inschrijven op die nieuwe school. Um, maar ik heb me nooit ingeschreven op die nieuwe school. <laughs> dus, uh, maar die mentor ging daar wel vanuit. Dus um, ik was ook nooit eigenlijk uitgeschreven uh, op die school. Ofwel, dat weet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar um, ja, er was in ieder geval uh, een soort van miscommunicatie. Uh, waardoor ze zeg maar niks naar leerplicht uh, konden, Spieren, konden ja. zenden. Snap je? Mm -hmm. En op die manier heb ik. Uh, ja, daar was ik echt bewust van. Die manier heb ik gewoon uh, ja, een soort van een jaar vrijgenomen. En zijn ze pas na een jaar bij me, bij me aan de deur gaan kloppen van hé, uh, hey, wat, wat heb jij geflikt, weet je wel. Ja, ja, ja. En uh, ja, toen zei ik van uh, ja, ik wou gewoon niet naar school toe. Ja, ja. En uh, toen moest ze wel, toen kost het er wel om lachen, toen ik dat vrouw ook bij haar neerlegde en zei ze dat ook wel slim was. En uh, ja, heeft ze me toch, omdat het haar werk is, mij moeten verplichten om nog dat laatste halfjaartje... Toen de dus tijd uh, op een online school verder te gaan, twee keer per week. Ja. Dus, uh, Want je bent tot je 16 ja. of zo leerplichtig, toch? Nee, 18, 18. 18. Maar ja. wat voor opleiding heb je gedaan? Uh, Marketingcommunicatie, die maanden lang. Oh, heb je weggegaan. die gewoon toen afgemaakt? Of, nee, man. MBO uh, niveau 4 en toen daar ben ik gewoon weggegaan, man. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik vond school zo kut. Ik wilde er echt alles aan doen, om weg te gaan, man. Eh, ja, bro, het werkt voor je, toch? Ja, Vakker. en het was ook die coronaperiode een beetje, toch? Dus. Ja. Uh, ja, alles bij elkaar was gewoon. Het kwam perfect uit, weet je wel. Ja, maar ja. dit is echt een ADD. Er. Deze man, hij wil zeg maar geen tijd stoppen in school. <laughs> maar hij gaat wel fucking veel uren stoppen ja. in ontdekken. Op een heel ingewikkelde manier. Ja, man. <laughs> Hoe die school kan finesse. Ja, echt man. Maar ik vond dat niemand dat doet. Niemand doet niemand dat. Niemand doet dat. het doet dat. Ja, en het is nee. Anti, man. Dat is ook die shit, toch? Zo kom ja. je ook wel mee over. Je ja, houdt, Zeg maar, als iedereen zegt links, dan zie ik Mike Koudehart hard naar rechts gaan. Ja, Later. Man. <laughs> ja. Doe je dat met alles? Ja, 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 man. Ja, en niet per se expres of zo, maar gewoon meer. Kijk, dat was laatst bijvoorbeeld. Wouden wij, uh, uh, was ik met uh, Bas Boogaard. Trouwens, shout-out naar Bas Boogaard. waren we, um, uh, we een mastermind organiseren, weet je wel. Mm -hmm. En daar uh, waren we met z'n vijven in totaal doen. En uh, hij legde dus een uh, verhaal uit van uh, waarom dat verdelen voor ons was en zo. En ik was eigenlijk de enige die eerst nog nee zei, weet je wel. Want ik moet eerst nog echt alles verwerken en nadenken en. Uh, ja, achterhalen ja, wat, wat het nou precies voor mij oplevert. En uh, wat ik eruit ga halen. Want het kost toch wel wat tijd, weet je wel. Ja, ja, ja. En uh, ja, toen zei Bas ook tegen mij wat jij net zegt. van uh, Ja, ik ga niet herhalen, maar je weet, je weet wat ik bedoel. Als iedereen links gaat, ga jij rechts. Zo ja, je zo. ja ik, ik ben toch iemand die niet per se meteen in iets meegaat, weet je ja. wel. Ja. En dat heeft me wel heel veel voordelen gebracht in mijn leven, ja. man. Echt heel veel. Ja, dat is wel man. grappig. Want tegelijk moet je als ondernemer ook wel snel juist... Op dingen in kunnen springen. Een balans hebben. Ja, nou, het ligt er ook aan natuurlijk met wat. hè. Ja. 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 Nou, ik blijf altijd gewoon, uh, ja, gewoon bij mezelf. En ik kijk gewoon wat voor mij gewoon ja, het best is. weet je wel. Sterk. Mm -hmm. het is niet dat, uh, dat je een cursus krijgt en met elke tip en een cursus zeg je van nee, tegenover, <laughs> tegenovergestelde moet ik gaan doen. Nee. Dat ja, gaan we niet. Nee, nee, nee. Voor het luisteraars, zo. het gaat om bepaalde beslissingen gewoon in het leven. waarin echt ja, iedereen zeg maar schaap is en ze doen allemaal hetzelfde. Ja. Dan denk jij in één keer bij jezelf is het wel zo handig? en ga je een ja. beetje bij jezelf nadenken. Dat slaat ja. nergens op. Ja, en het is ook gewoon een gevoelsding. Het is niet eens zeg maar het is niet iets wat je jezelf aanleert. Jij bent gewoon zo. Ja. Zeg maar dat is gewoon toch We het niet nu niet hij is tis, nee, maar <laughs> nee, maar dat is dat, dat ik denk niet dat je dat je hebt niet op een gegeven moment tegen jezelf gezegd: "Oh, ik ga recalcitrant zijn en altijd er tegen ingaan." Of je bent gewoon die guy. Ja. Jij doet gewoon shit. Je hebt een gevoel erbij. en dat in ieder geval dat is mijn aanname hoor, maar ik denk dat dat ja. zo is toch? Ja, maar dat kan ik ook altijd wel... Dat kan je ook wel terugzien in mijn YouTube-kanaal. Yes. Yes. <laughs> en dat ik yes. yes. ook altijd in de klas wel... Ja. Ja. Weet je, als, als iemand bijvoorbeeld uh, ja, iets kunstvaars uitdaagt... Ik zeg maar wat, een boek door de klas gooit. Nu zeg ik wel iets heel raars, hoor. Maar... Um, ja, als niemand dat dan wou doen, dan deed ik het al. Wel. <laughs> oh, wel heerlijk hoor, wel heerlijk. Ik had ja, ja, zulke ja. gasten ook op school. Mandarijnen door de ja. klas. Ik maar nee, op een gegeven moment heerlijk. kregen ze dat dus door. En gingen ze dus mij al. en zeggen... Hé hey, Mike, doe jij dat dan? Ja, gaan ze er van, Dus ze ging het ook doen, ja, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. ja maar ja. Ik had twee vrienden in mijn vriendengroep... die daardoor echt nog regelmatig een nachtje op de cel hebben doorgebracht. Door de oh, ergste, shit, meest achterlijke dingen gewoon door. Omdat het ook altijd was lam en dan gewoon... Hé, doe dit, doe dit. En dan... Ja, zij had ja, ja, van, ja, ja. ja, moeten we het doen, moeten we het echt doen. Ja. Oh, ik kijk van actie, toch? Nog steeds. Ja. Waarom? ik blijf bewegen. Lekker, ik, ik moet dingen doen. Ja, man. ja, <laughs> ja maar Waar ben je op dit ja, moment ja. dan uh, mee bezig? Ben je echt fully bezig met dropshippen of heb je nog? Andere, uh... Ja, ik heb uh, momenteel dus mijn, uh, mijn dropshipping business zelf. En sinds kort ook een service business waar ik uh, andere mensen dus help met dropshippen. En um, ja, dat gaat wel goed man. Lekker man. Ja, Lekker, man. ja dat gaat wel nice. Goeie, ja, ook eigen keus uh, nu en zo. Precies. En Bas Boog gaat okay. helemaal daarbij. Oké, okay, lekker cool, man. Dus, uh, daarom die shout-out. Ja, ja, en je hebt gewoon uh, bijvoorbeeld de keuze gevolgd bij Bas. Um, of heb je hebt een traject of heb je ja, een, traject, een coaching? Traject. Hij helpt mij met mijn service business, zodat ik andere mensen nog beter kan helpen. Want hij heeft natuurlijk bepaalde processen al meegemaakt. Ja. Uh, en, en daardoor hoef ik bijvoorbeeld uh, bepaalde fouten niet te maken die ik bij mijn studenten zou kunnen maken, weet je wel. Ja. Dus uh, op deze manier kan ik gewoon echt op de allerbeste manier anderen helpen en ik wil dat ook voorkomen, want je, je hoeft één ding fout te doen, weet je, en iedereen praat over je, weet je, ja, en dat, dat wil je ook niet. Ja man. En je wordt heel snel in een hokje gestopt. Dus. Uh, dat klopt zeker. Ja, ja, dat klopt je. zeker. Maar fuck die hokjes. Ja. ja. Maar uh, <laughs> ja, fuck dat. En uh, ik ben wel benieuwd wat vind je leuker dan Dropshippen of uh, of mensen leren, want we horen best vaak van mensen dat ja. dat ze dat dan veel leuker oh, vinden. allebei man. Ja. ja nee, eigenlijk wel dat mensen helpen ook wel, want ik had ja. laatst bijvoorbeeld dat ik uh, iemand die, die was al een jaar bezig met uh, e-commerce. En uh, die is toen bij mij begonnen. En die heeft zijn eerste 10k dag gehad. En dan zie je gewoon die blijdschap. Is, hij heeft ook een video gemaakt van zichzelf, ja, weet je wel. Ja, 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 dan zie je gewoon die oprechte blijdschap. Ik weet niet, ik vind het wel, ja, wel echt leuk om te zien, man. Ja, dat is Want je mooi, kan ja. iemand echt oprecht gewoon. Je kan zijn leven letterlijk gewoon veranderen, weet je wel. Mm -hmm en dat is gewoon fucking nice man, ja, ik weet man. niet, dat is wel echt nice om te zien. Het ja, gaat niks letsel man. Ook. Vooral als je weet ja. zeg maar van waar die eerst stond weet je, want ik heb het ook ja, meegemaakt ja, dat gevoel. Ja, 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 ja. En als je het dan zo kan turnen, dan weet ik ook hoe hij hoe hij zich voelt als hij blij is weet je wel. dus dat is echt nice man. Ja man. Ja, ja, die zit in scène. Ik heb het ook ja. wel, maatje, maar had dat ook. Die had met uh, TikTok hier op die mensen. Toen liet hij ook ja. een video zien van een student van hem die dan, ja, die had altijd ook altijd dropshippen, het ging wel een beetje. En die had toen volgens mij ineens echt back-to-back -back 10k dag, 15k dag, 20k ja, dag, man. gewoon ineens omhoog. En zo'n video van, holy shit, gast, wat de fuck, deze ja, ja, orders ja. gaan helemaal in zenuwen Dat echt helemaal door het dolle heen, dat is fucking grappig. Ja, ja, man. Man. ja, nice man. Ja, ik geloof dat je daar wel veel uh, in dat energie uit kan halen. Ja, ja, doe je dat in je eentje of doe je ook dat Nee, dat nee, doe ik in mijn eentje, man. Ja? Ja. Ja, ja, en Bas helpt me natuurlijk bij het opzetten en, en, en het staande blijven houden en, zo, en het laten groeien. Mm -hmm want dat is natuurlijk ook een verdienmodel. Iemand investeert in mij en mijn kennis waar ik gewoon zoveel uren in heb gestoken en mijn leven voor heb gegeven. Ja, dat geef ik dan IRL. Ja. ja, weet je wel? Dus ja, precies. dat is ook gewoon een verdienmodel en ja, weet je, Sterrit. tegelijkertijd help je iemand waar je initiatief al. Dus uh, je bent ja, met veel man. dingen bezig, hoor ik al. Uh... Ja, twee dingen hoofdzakelijk. Ja, precies. Ja, precies. ja. ja eigenlijk wel ja, gewoon gefocust, twee business. Ja ja. ja, ja. En uh, binnen een jaar dus uh, miljonair. Oh ja, dat wil ik wel echt, man. Ja, ja. ja man. Oké. Okay. Ja, op, of, op, hoe, uh, het nu, hoe het er nu voor staat, ja, dan gaat het, dan gaat het sowieso lukken, man. Uh, Oké, okay, ja, op man. hoeveel procent zit je nu dan? Op hoeveel procent? Ja, dan gaan we wel heel specifiek naar het bedragen, Ik wil nog geen getal weten. Nee, dus ja, ja nee, maar dat, dat zin is zin dan toch gelijk terug te rekenen. Ja. 33 procent, ja. 330. Ja. Nee, ik weet niet meer. Uh, volgens mij heb ik ooit een uh, lijstje gezien van de 1 procent. Weet je wel, hoeveel die aan vermogen heeft qua leeftijd. Ja. Ja. Volgens mij is uh, ja, zit dus... je daar wel Ja man. Ja, makkelijk. Ja, dat ja, ik ben 18. Ja, je bent oh, makkelijk, dus, uh, makkelijk. Ja op onze leeftijd volgens mij moet je dan je bent net begonnen met de zorgverzekering 000. betalen. <laughs> ja, wat is ja. dat 30 euro per maand? <laughs> Ik heb geen idee. Ja. Ik weet echt niet. Nee, 100 of zo. De zorgverzekering is 100, 180, 200. 100. Ja. Oh, dat is toch weer even half denken. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Heb Dat was ooit jongen. Ja, dat was jongen ooit in de oude tijd was dat een hele tank. Ja, dat, ja, ja. Meer... Ja. <laughs> dat is nu niet is meer. Dat is niet meer. Dat is 40 euro. Ja, man. Per ja, man. 140. Hey, ja, man. Je zegt je wil eigenlijk binnen nu en een jaar dus eigenlijk kun je 18e miljonair worden. Ja man, dan ben ik echt. Nee ben jarig. En... 22 september. Ja, dat is over een half jaartje. Ja, precies. Okay. Dan ben ik extra enthousiast over mijn volgende vraag. Ik denk dat jij daar misschien ook wel een mooi antwoord over hebt. Waar hmm. zie je jezelf dan over vijf tot tien jaar? Heb je daarover nagedacht? Ja, sowieso multimiljonair man. Ja. Dat 100.000 procent zeker. Ja. Dat weet ik ook zeker. En uh, ja, waar ik mezelf dan zie, weet je, gewoon lekker privéje, de wereld rondreizen, lekker doen wat ik wil. Twintig supercars. Ja. <laughs> ja, man. Ja, en ik wil sowieso gewoon op een gegeven moment een Mansion in LA hebben of zo, weet je wel. Ja. het is wel ja. leuk, man. Hij zegt het, maar ik, uh, ik geloof er ook weer, man. Ja, ja. Toch? ja hij gaat het sowieso. Makkelijk, halen. man. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Makkelijk, maar man. Bro, dat, dat deze guy hier bro, ik deze gij. Bro, ik heb nu al ideeën hoe ik daar ga komen, man. Ja, nou, het is, kijk, weet je, ik ben nu met dit bezig en daar wil ik eerst gewoon ja met dingen meedoen en dingen uithalen en gewoon lekker ja, groeien. Op een gegeven moment, wanneer ik het geld heb, jongen, dan ga ik hem door het dag. Ja, ja, <laughs> zit je nou bijvoorbeeld ook te denken aan het investeren in bijvoorbeeld cryptos of zo? Of ben je daar dat niet heb ik, mee ik bezig. al man. Ja, ja dat heb ik. Ik heb al genoeg. Ja, niet bitcoins, maar ik heb wel genoeg aan bitcoin. Ik heb ook Ethereum, maar alleen die dingen. Omdat ja, gewoon bitcoin standaard. Bitcoin is gewoon uh, het beste wat je kan hebben. Ja. Digitaal gaat. Ja. Let's go. Dank je, man. Sterk man. <laughs> Oké, ja, dan is het heel mooi. Wel de Jisk, die ging een huis kopen in Kaapstad en in Zwitserland. Waar ga jij zitten? René gaat naar Marbella. Jij gaat naar LA. Goede Nix beetje aan het uitstippelen hoe wij onze roadtrip langs gaan. Ja, we gaan natuurlijk lotgenoten on-road en dan gaan we gewoon overal langs, podcast opnemen waar die mensen dan zijn. Precies. Lauw, man. Gaan we op Tour, man. Ja. Dus jij zit in LA. Jij zit in LA? Ja, ik zit sowieso in L.A. of... Uh, in ja, ieder ja. niet, niet in Nederland in ieder geval. Nee, daar mijn uh, uitzicht? Platteland, jongens. Ja. <laughs> Hoezo niet in Nederland, bro? Wat heb ik hier, hier te zoeken? Geweldig. Ik betaal helemaal belast. Ik ben hier om te werken en daarna ga ik weer op vakantie. Ja. Lekker, man. <laughs> man. Lekker, man. Nederland, is, Nederland is niet alles. Nee, Nederland. man. Klopt. Nee, man. Duurland. Tering duurland. Heb ja. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Daar wordt ik ongelukkig van. Ja, inderdaad. Hé, hey, um, lees je op dit moment nog boeken? Of ben je af en toe. Man. Niet mee bezig? Af en toe. Ik heb uh, meer dan twintig mindsetboeken boeken gelezen. Ik weet ondertussen, ja. weet je, op een gegeven moment wordt het ook een beetje herhaling, maar dan uh, leggen ja, ze het in het een ander jasje het, uit. Ja, ja man. Uh, dus ja, ik lees af en toe hier en daar nog boeken. Maar ik geloof echt dat, dat, dat je de meeste dingen leert in, in, in het leven, man. Ik heb echt. Mm -hmm. kijk, dus, kijk, je kan bijvoorbeeld een boek lezen. en ik, Een beginnende ondernemer kan er wel veel aan hebben. Ik heb er ook heel veel aan gehad. Maar er staan ook heel veel dingen in waar je niks aan hebt op dat moment. Je, je kan die niet toepassen. Bijvoorbeeld met teambuilding, weet je, bepaalde principes over mensenkennis. Ja, die, daar heb je nog niks aan. Dat kan je lezen en leuk doen, maar dat ga je ergens in je achterhoofd stoppen. Ja. En dat, misschien later dat je dat weer in één keer onthoudt. Dat heb ik wel een paar keer gehad. Maar ja, op, je moet het direct toepassen, weet je. Als je ja, geen toegepaste kennis heeft geen man. Nee, man. Ja, toegepaste kennis heeft geen waarde. Man. Nee, man. Mm. Ja, heel veel mensen, ja, ja, heel sure, veel sure, mensen yeah. die lezen boeken, maar uh, die zijn nog steeds nergens. Ja. ja. Echt. Ik genoeg. Fecht. <laughs> Fecht. Zijn er zijn nog genoeg mensen die lezen, inderdaad. Ja, ja man. Lekker man. Nee, dat vind dus ik, ik een goede om op af te sluiten, man. Een niet toegepaste kennis is gewoon zinloos. Daar ja, niks man. aan. Is ja. Belangrijk voor Die veel mensen om te weten. Je kan wel duizenden YouTube video's kijken en boeken lezen en shit doen. Ja, man. Als je er niks mee doet, gaat er niks gebeuren. Maar voor dropship heb je dat wel voor gedaan. Om daar te komen, om veel te leren kijken. over. Maar dat was toegepast. Ja, weet je? ja ik heb dat alles toegepast. Daarom kan ik bevestigen van, yo, die ja, uh, al die kussen zijn gewoon poep, weet je wel. <laughs> <laughs> ja, maar ik ja, zou dat ook niet zeggen als dat niet zo was. Weet je nee. want ik ben altijd eerlijk en ik zeg van degene van wie ik wel wat heb geleerd. Ja, dat vind ik echt oprecht een toffe guy. Want daar heb ik echt wat uitgehaald, weet je ja. wel. Ja. Dus, uh, dus ja. Nee, netjes man, netjes ja, man. man. Mooi man. Okay. goed bezig afsluiten. bro. Ja, Dank ik uh, denk dat we zijn een uurtje bezig zijn. Dus we zitten er al heel endop. Heb jij oh, echt nog waar, vragen? een uur al? Ja man. Meen je? Ja bro, shit gaat ja. snel. Heb jij vragen die je nog aan ons wil stellen toevallig? Of we altijd even ja. de kans geven. Zo niet is dus ook echt helemaal prima. Wanneer oh. zijn jullie multimiljonair? Ik voor multimiljonair. 30ste. voor 30 dertigste. Voor mijn dertigste. Dus 30ste. nu 2022? Mm -hmm. Vijf jaartjes man. Ik heb hem volgens mij op. Ja, ik ook. 2027 heb ik hem ook gezet, man. Dus dan ben ik uh, 29. Net iets voor me. Maar oh, ja, ja. ja, ons... wat willen jullie uiteindelijk gaan doen? Want ik weet bijvoorbeeld, ja, als ik 30, 40 ben, dan ja, heb ik alles al gedaan en bereikt. Natuurlijk kun je altijd nog wel nieuwe dingen doen. Maar ja. wat ga je dan doen? Ja, ik denk maar dat we je? dus met deze shit mm. nog wel echt heel veel gaan uitbreiden. Dus Lotgenoten podcast gaat verder dan alleen een podcast. Mm. We willen echt ondernemers, zeker in beginfases, samenbrengen, mensen die hele journey laten zien. Kijk, het idee is eigenlijk dat iemand straks kan beginnen bij aflevering 1. En kan luisteren tot aflevering. Nou, welke aflevering we zijn als we 29 zijn. En dus letterlijk kan horen van week tot week. We missen geen week. Hoe we toen dachten. En deze ja. shit is lauw, snap je? Want iedereen ja. is achteraf aan het lullen. Ja, ik heb 10 miljoen verdiend. Dat heb ik zo en zo en zo gedaan. Dat is leuk. Ja. Maar het is veel lauwer als je elke week mee kan groeien. En dat is deels waarom we die podcast gestart zijn man, omdat we gewoon okay. mensen mee willen in ja, die journey. Dat is het belangrijkste. De podcast, die doen we nog als we zestig zijn man. 70. Ja. Oh dik! Precies. Kunnen we wel een keertje langs over vijf jaar? Zeker, <laughs> ja, dat zeker, dat zeker. Dat zeker. Dat ja man. Doen. Nee, ik, dus nee. ik denk dat dit vooral, uh, ja, dit is wel echt onze passion project, denk ik, waar gewoon. Gewoon dit is iets. Dit is zeg maar de rode draad. Juist. En de rest uh, zijn we ook gewoon mee bezig natuurlijk. We zijn gewoon business aanbouwen. Uh, maar wat ik er uiteindelijk mee ga doen, ik denk, als je het op een gegeven moment hebt, het beste wat je mee kan doen is weer geven man. En gewoon weer ja. dingen op gaan bouwen, dingen ontwikkelen. Dat lijkt me gewoon alle... oh, echt dat hartstikke tof man. Ja man. Want het is leuk om het te hebben. Maar het is nog leuker om wat jij bijvoorbeeld ook hebt. Je investeert het weer in een jonge jongen. En die groeit en die maakt zijn 10.000 eerste maand. Of dan gaat die naar de 100.000. Weet je, en het is mooi als jij een clubje om je heen kan ontwikkelen die dat allemaal gaan bereiken. Dat je echt een soort van... Uh, kijk, je bent een soldaat. Je bouwt een leger om je heen. Ja. Dat is toch het mooiste wat je kan doen. Ja man. Ja, 100%. Boys in Nederland. Iedereen ja. miljonair. Komt wel goed hoor. Ja, man. Mensen ja. een beetje uit die standaard sleur trekken. Dat is uh, ja, platgeslagen de business waar we in zitten. Ja man. ja, man. En jij dan? Heb je nog iets speciaals? Nou, jij bent met ja Heb je nog iets in Nederland? Voor je familie. Wil je nog iets voor terug doen? Voor mijn familie. Ja, man. Ja, niks specifieks, man. Ja. Oh, ja. Nee. God, ja, ja, ik geloof dat liefde gewoon genoeg is en dat dat uh, is zeker dat waar. Sterk. Ja, dat, ja, natuurlijk kun je ze een keertje hier en daar wel eens meenemen, maar. Uh, Geen dat is supercar. Nee. Ja, hij gaat twintig nee. tegelijk rijden. <laughs> Sterk man. Ja, prima man. Dus uh, ja, cool. Bro, allereerst heel erg bedankt ja. voor je tijd. Jullie voor ook je bedankt. Man. En heel veel succes. Ja, jullie plannen. Goed komen. Dat komt helemaal goed, jij ja. ook. En uh, laat ons even weten als het gelukt is uh, voor je 18. Ik ben heel benieuwd. Waar kunnen mensen jou vinden? Volgens mij, @mikebuiten gewoon op, Mike Buiten. Mike.Buiten op Instagram. Mike.Buiten, goeie. Yes. Hmm. Op YouTube, uh, gekkies. Slash Mike Buiten. Juist. En, eh... Uh, Dat is gewoon, het. Ga gewoon die Dat checken. Alleen YouTube en Insta. Precies. Precies. Ja. Check je vlogs. Man. Ja, man. Juist. Ja. Check de vlogs. En dan zeggen wij altijd nog één ding. Dat is allereerst. Vergeet niet te abonneren. En dan zeggen wij altijd, Koen... Fuck goed, goed. Goed. Wij, wij zijn lotgenoten. lotgenoten. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. En tjus. Ciao.